is het RTI Nieuws van dinsdag 26 januari. Met vandaag dierenambulance en het koude weer. De dag van de democratie. Opnieuw subsidie voor stedelijke vernieuwing. De reigers kregen voer van Stichting WAK. Helaas hebben 30 zwanen de kou niet overleefd. Vanwege het aanhoudende weer herhalen we onze uitzending van begin januari over de dierenambulance. Ja, heb je oud brood over, voer dat aan de diertjes. He, gooi het niet weg, geef het aan de diertjes. He, want ik bedoel, als het in de prullenbak legt, dan is het vernietigd, terwijl je de diertjes ermee kan helpen. Behalve de mensen hebben ook de dieren te lijden onder de ijzige kou van de afgelopen weken. De bevroren grond en het dichtvriezen van de plassen maakt het voor de dieren bijna onmogelijk om aan voedsel te komen. De Hilversumse dierenambulance trekt er daarom meerdere keren per dag op uit. Je hebt vooral zeg maar de zomermaanden heb je echt de vogeltjestijd. En dan worden we echt helemaal gek gebeld van jonge vogeltjes. En hè, dan worden ze uit het nest gegooid of door een kat of door de eksters. En die gooien ze ernaar uit. En dan worden wij weer gebeld en dan gaan we daar weer heen. Waar gaan we nu naartoe? Naar de Suwe. En normaal zeg maar doet Stichting WAK, als het goed is, het voeren van de dieren. Maar ja, we assisteren daar wel eens mee natuurlijk. En daar gaan we nou naartoe. Dan gaan we even kijken hoe de toestand is. Wat gaat u nu doen? Nou, we zijn nu aan het kijken of er ijs op ligt. Nou, zoals je ziet ligt dat er op dit moment niet. De diertjes kunnen het nog wel redden. Je kan ook zien dat er nog allemaal gras ligt, dus daar halen ze ook de voedsel nog wel bij vandaan. Sommige stukken is behoorlijk ijs en dan willen ze, als het nou overdag een klein beetje dood zo is nu, dan willen ze even gaan rusten op dat ijs en dan s'avonds krijg je weer voorst en dan zitten ze vast. We houden het wel vaak in de gaten, maar zoals nu op dit moment gaat het nog redelijk goed. Ze hebben wel wat hulp nodig, maar ze kunnen er eigenlijk nog redelijk goed redden. Maar ik denk wel dat er morgen wat extra voer gebracht kan worden hier. Met brood en wat graan. Want ze hebben toch wel honger hier hoor. En dat gaan we ook doen. En waar zoek je het aan? Nou, kijk, het is eigenlijk toen we aankwamen rijden, hadden ze al gedacht van hey, die komen we wat brengen. Want het kwam er allemaal al uit, zeg maar, weet je wel. Dus als je nou bijvoorbeeld een zak brood uitstrooit, dan denk ik de mumvertijd dat het hele veld hier vol met eenden en met meerkoeten zit. We krijgen ook natuurlijk wel veel meldingen dat mensen bellen en zeggen, joh, die zwaan zit vast op het ijs en die zit vastgevroren. En dan kom je daardoor. En dan pak ik de stok en dan tik ik een keer op het ijs en die zwaan, dan komt hij omhoog en dan wandelt hij gewoon weg. Dus weet je, mensen moeten ook wel een beetje opletten voor ze bellen natuurlijk. Want heel vaak komen we daardoor en dan blijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Nou, het belangrijke is gewoon het chippen van het dier. Op het moment dat je de kat chipt, dan kunnen wij het diertje thuis brengen. Of het beestje nou overleden is of dat hij gevonden is. Maar dan weten de mensen waar het diertje is. Want een hele hoop mensen weten het niet. Mensen gaan naar een dierenarts toe, die denken, oh, mijn hond is gechipt, klaar. Maar je moet hem wel zelf aanmelden. Ook houd er rekening mee dat als je bij de Raad van Beheer zit, meld je eigen dan ook even bij NDG. Want de Raad van Beheer werkt maar tot 5 uur. En in het weekend werken ze niet, dus dan kunnen we je diertje ook niet thuisbrengen. Hou dat nou in de gaten en meld het dan even. Doe dat dan ook bij de NDG, want dan kunnen we je diertje thuisbrengen. We zijn wel tevreden nu over dit stuk. Lekker even bijvoeren. Ik ga vanavond Stichting WAK bellen. Ik had ook afgesproken dat ik vanmiddag eerst even polshoogte ging nemen, hier ook. En ik ga vanavond even bellen en dan zorgen hun dat er morgen voldoende brood en graan hier is. En dan gaan wij het even brengen. Dan gaan we het even uitstrooien hier ook. Dit zijn echt de dingen voor de winter, die in de winter echt de kop opsteken. In de zomer zijn het weer andere dingen. Er zijn er weer helaas mensen, ook met de vakanties, en die de beestjes weer buiten zetten. En, ja, dus ook, het gaat het hele jaar gewoon door. Ja, kijk eens even. Prachtig, hè? Dit is mooi. We zijn allemaal op trek op het ogenblik. Er zijn er zo. Ja, er zijn er heel veel. Ja, dat trekt gelijk mijn aandacht. Ja, dat blijft altijd mooi om te zien. Er komt meer kou aan. Die gaan naar warmere oorden. Ja. Die denken, we houden het gezien in Nederland. Veel te koud. Wegwezen. Ja. En wij ook. Als mensen geen vervoer hebben en ze moeten toch naar de dierenarts toe, dan helpen wij die mensen ook. En dan gaan wij zeg maar
naar de mensen toe. Halen we de mensen op, brengen ze naar de dierenarts, wachten daar even. En daarna brengen we de mensen weer netjes thuis. Ja, je komt best wel een hoop tegen. En iedere keer denk je van, nou heb ik alles wel gehad van bijzondere dingen. En dan duikt er wel weer wat anders op. Dus dat blijft altijd een verrassing. Elke rit die je gaat rijden, dat je gebeld wordt, weet je nooit waar je naartoe gestuurd wordt. Dus dat is het mooie van. Het blijft altijd een verrassing. Nou, wij van de dierenambulance, we doen een oproep aan de mensen in Hilversum en Gooi en Omstreken. Naar chauffeurs en vrijwilligers. We zijn er hard naar op zoek om ons aan te vullen in ons hele gezellige team wat we hebben. En voor de diertjes om ons te helpen in de steun die we nodig hebben. Heb je zin? Wil je je hart voor dieren en wil je hart daarvoor uitstorten? Kom bij ons en bel even naar 035-6830-300. Elk dier wat een hartje heeft, helpen. Zo moet je zien. En dat hebben dieren recht op ook. Een mens heeft recht op hulp, maar een dier ook. De gemeente houdt aankomende zaterdag de Dag van de Democratie. Die staat in het teken van de gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart. Het thema van de Dag van de Democratie is Elke Stem Telt. Kom daarom op zaterdag 30 januari van 12 tot 4 naar de Kerkbrink. Daar is een politieke markt waar alle politieke partijen hun verkiezingsprogramma bekendmaken. En u kunt shoppen bij de verschillende politieke partijen om op 3 maart een weloverwogen stem uit te brengen. Ook is er die dag cabaret met Robert-Jan Proos, muziek door duo Styx en u kunt het kieskompas invullen. Natuurlijk wordt er ook voor eten en drinken gezorgd. Om 12:30 is er voor kinderen een workshop politiek onder leiding van jeugdwethouder Erik Boog en GroenLinks raadslid Inke Lochtenberg. Zij geven antwoord op vragen als: wat betekent het moeilijke woord politiek nu eigenlijk? En gemeenteraadsverkiezingen, wat zijn dat? Na de workshop gaan de kinderen samen met de wethouder en het raadslid langs de kramen van de politieke markt op zoek naar de meest kindvriendelijke politieke partij. Daarna zijn de kinderverkiezingen en maakt burgemeester Ernst Bakker de uitslag bekend. Wie wordt de meest kindvriendelijke partij van Hilversum? U kunt zich ook aanmelden voor Eet een Soepje Met. Heeft u een leuke, interessante of belangrijke vraag over iets in Hilversum? En wilt u die persoonlijk voorleggen aan een van de college- of raadsleden van Hilversum? Mail uw vraag of onderwerp en contactgegevens aan communicatie@hilversum.nl. Zaterdag 30 januari is van 12 tot 4 de Dag van de Democratie. U komt toch ook? Kijk voor meer informatie en het uitgebreide programma op www.hilversum.nl/dvdd. Twee keer kreeg Hilversum een subsidie van de provincie voor stedelijke vernieuwing. Met de subsidie is het volgende van de grond gekomen: Dudok Revisited, het Sint-Jozefcentrum in Liebergen, de bouw van het poppodium, de Vorstin en verschillende projecten in Hilversum Noord en over het spoor. Voor de derde keer krijgt Hilversum nu een subsidie van 4,1 miljoen voor stedelijke vernieuwing. De gemeente wil dit geld investeren in het verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte en het uitvoeren van milieusaneringen. De plannen staan nog niet vast en bewoners kunnen op een inloopbijeenkomst op donderdag 29 januari hun reactie geven op de voorlopige plannen van de gemeente. Deze wordt gehouden in het raadhuis van 8:30 tot 9:30. Optreden op 26 januari van Hanneke Groenteman in de Hilversumse boekhandel. Ze leest voor uit haar onlangs verschenen boek Bestemming bereikt. Aanvang om 8 uur. Dat ze een eigen locatie krijgen. Om overlast te bezorgen of wat? Ja, ik denk dat het niet veel uitmaakt. Want mensen die gaan toch een beetje op naar elkaar zoeken op straat en zo. Ik denk dat veel mensen er ook niks aan kunnen doen. Ja. Nou, ze willen gewoon met hun vrienden hangen en niet gewoon iets georganiseerd hebben. Op zichzelf, als je jongeren kunt helpen, vind ik dat wel een goed idee. Maar als je het doet alleen om overlast te beperken, dan vind ik dat het paard achter de wagen. Want ik denk niet dat dat dan oplost. Alleen er moet wel iets te doen zijn voor ze, anders dan gaan ze daar weer lopen hangen, denk ik.